Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat Quentin Tarantino's hitfilm Pulp Fiction in première ging op het filmfestival in Cannes. De misdaadfilm met ster-acteurs als John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman was een instant klassieker en de definitieve doorbraak van een van de grootste regisseurs aller tijden, Quentin Tarantino. En op de dag van dit jubileum is zojuist ook zijn nieuwe en negende film in première gegaan, weer in Cannes, en dit keer heet de film Once Upon a Time in Hollywood. So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load. Is that how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right. My hands are registered as lethal weapons. We get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Rick fucking no. Ja, aan tafel regisseur Martin Koolhoven, hartelijk welkom. Martin, dit nou eerste beelden, dit zijn nog trailerbeelden. Ja. Maar al, we krijgen een stukje bij beetje wat te zien. Ja. As we speak. Hij draait nu. Iedereen in Cannes, ja, te kijken naar, ja, die lang verwachte film. Ja, ja. Wat kunnen we verwachten? Nou ja, het heet Once Upon a Time in Hollywood. En als er iemand filmgek is, dan is het Tarantino wel. Dus op de een of andere manier verwacht ik dat hij heel veel dingen die hij vindt over acteren, over Hollywood, dat op de een of andere manier daar wel in zit. Ja, zijn er al dingen waarvan je denkt, nou, we weten in ieder geval, dit is het verhaal. Nou, dit is de tijd. Eigenlijk, ja, een beetje het verhaal, maar wat ik eigenlijk interessanter vind zijn twee dingen. Eén, hij heeft gezegd, er is een briefje uitgekomen waarop hij eigenlijk allerlei mensen aanspreekt. Willen jullie alsjeblieft niks verraden? Dat briefje hebben we. Kunnen, ja, we even meekijken? Ja, nou, hier. Het is een persoonlijk briefje van Quentin. Ja. Hij houdt erg van film, zegt hij. En, ja, wij houden ook van film. Precies. En mensen, wil je alsjeblieft je mond houden over de plot? En, want dat geeft aan dat ik denk dat er nogal wat twists en turns in zitten. Dus er zitten plot twists in, denk ik. Had je dat niet willen zijn? Ja, natuurlijk had ik het willen zijn. Ja. Wat doe je dan? Ja, ja, ja. Nou, ik hoor niet bij die mensen die daar mogen zijn. Ja. Dat is waar het op. Maar kan je al een poging doen? Dat je denkt, nou, het zou wel eens een beetje die kant op kunnen gaan? Ja, maar wil ik niet doen. Kijk, er zijn zoveel dingen waar die film over zou kunnen gaan. Ja. Het gaat in ieder geval over iemand die een jonge acteur die in televisie omhoog komt, maar eigenlijk meer ambitie heeft en filmster wil worden. Want in die tijd was een televisiester echt wat minder dan een filmster. Maar tegelijkertijd is er ook een stuntman die hem speelt, maar die heeft ook ambities. Nou, dat is allemaal redelijk, zou je nog zeggen, een keer conventioneel. Maar dan komt in één keer een out of left field, zoals de Amerikanen noemen, dat dit gezegd is tegenover de moord van Charles Manson Sharon Tate. Ja. En dan denk je van, hè, wat, dus dan denk je, ja, dan weet ik niet meer precies wat het die gaat worden. De tijd dat ze werd vermoord, 8,5 maanden zwanger was van Roman Polanski. Ja. Ook een bekende filmregisseur. Een van de grote. Die later weer enorm in opspraak is geraakt vanwege een drogeren van een minderjarig meisje en uiteindelijk verkrachten daarvan. Ja. Die man, deze regisseur, Roman Polanski, is naar het buitenland gevlucht. Precies. Tegen dit alles. Nooit berecht, omdat hij niet meer in Amerika kwam. Tegen dit alles speelt ook nog een beetje de Me Too-sfeer waarin we zitten. Once upon a time in Hollywood, toen de dingen allemaal een beetje anders waren. Ja, dan zou je nog kunnen zeggen dat Weinstein, de oude producer van Tarantino, en Tarantino zelf heeft ook op de een of andere manier daar een rol in gespeeld. En werd op een gegeven moment ook in verband gebracht met allerlei dingen. Uma Thurman was een van de actrices die ze heeft gedaan. Hij deed dat ook met mij. Ja, daarom zeg ik ben een beetje, ik ga niet zeggen waar die film over gaat, want ik weet het niet. Ja. Maar ik heb niet het vermoeden Tarantino een beetje inschatten dat het een film is die enorm over Me Too zal gaan. Maar het is wel iemand die altijd wel heel erg sterke vrouwenrollen heeft gehad. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat er ergens in het, omdat het er ergens zou is, het zo kunnen zijn dat de acteur, de televisieacteur die hogerop wil, een man in dit geval, in verband zou kunnen worden gebracht met seksuele activiteiten. Dit is wel heel speculatie. Zullen we erover ophouden? Weet ik veel. We kunnen erover ophouden. Ja, natuurlijk zou ik. Ik ben erbij. Het wordt nu. Ja, nee, we vertellen het niet verder. Oh, oké. Okay. Nee, zo is het ook. Ja. Hey, maar andere dingen. Pulp Fiction bestaat vandaag 25 jaar. Ja. Eigenlijk
Nou, een van de meest iconische Hollywoodfilms. Ja, ik denk dat van de laatste 25, ja. Van de laatste 25 jaar. Nou, ik denk als er een film in de laatste, nou laten we iets breder nemen, 30 jaar gemaakt ja. is die invloed heeft gehad, dan is het wel die film. Ja. Ten eerste inhoudelijk. Het was een film die een hele andere manier van vertellen had. Die een genrefilm nam en het op een andere manier liet zien dan dat je normaal liet zien. Ik bedoel, het zijn eigenlijk zijn het vier verhalen of zo, geloof ik, die verteld worden. We hebben heus wel eens eerder een verhaal gezien over een bokser who doesn't want to take a dive. Weet je, die niet. Maar het werd op een andere manier verteld. In één keer zag je die mensen in een andere. In één keer zie je ze onderweg ergens naartoe en lullen over patat. En weet ik, dat zijn allemaal ja. dingen die je niet gewend was. Maar wat misschien denk ik nog wel het meeste invloed is geweest, en dat is dat uiteindelijk Money Talks in Hollywood. En dat is dat die film voor heel weinig is gemaakt. Dat was de eerste independent film die zo ontzettend veel geld verdiende. Dat is, ik geloof dat hij in Amerika alleen al meer dan 200 miljoen dollar had. Nou, dat gewoon een kleine film die blockbuster. Precies. Ja, hij had natuurlijk al een beetje een naam doordat hij Reservoir Dogs ervoor had gemaakt. Ja. Maar dit was wel de film. Favoriete scène? Och, er zijn er zoveel. Er zijn er zoveel. Mensen maar doen de, film waar na, de scène waar iedereen het over heeft is natuurlijk de dansscène. Kijken. Ja. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Mrs. Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. Ja, dit zie je ja. dus nooit gebeuren in een film over een gangsters die, misdadigers die een meisje een avond moeten entertainen en dat ze dan gaan dansen. En een enorme revival ja. van John Travolta. Ja, dit was een van zijn comebacks. Want daar is natuurlijk in, wat is het, 77 of zo was hij al beroemd met Sanity Fever. Ja. Hier was hij wel een beetje aan lage wal geraakt. En het grappige is ook van deze scène vind ik dat het ook een soort, het is heel meta, omdat hij natuurlijk vooral bekend was, zijn beroemdste films zijn dansfilms. En in één keer staat hij hier, staat hij in een dansscène. Het grappige is ook dat hij altijd, hij heeft ooit gezegd van, ik ben wel iets, ja, maar je bent zo'n goede danser. Dan zeg ik, ik ben helemaal geen goede danser, ik ben een goede acteur. Ja. Ik kan goed spelen dat ik goed kan dansen. Ja. Andere film, je noemde Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, ja. Toen je die zag. Ja, nou, ik was toen. Ging de film helemaal open? Nou ja, ik zat toen net op de filmacademie en dit was gewoon de film waar, ja, iedereen die begon met wilde Tarantino zijn. Ja. Het is gewoon, en ja. wat maakte dat je dacht, die kant moet het op? Nou, het was gewoon heel vrij qua. Er waren heus wel mensen die eerder een film non-lineair hadden verteld. Dus niet gewoon logisch, waardoor het allemaal door elkaar. Maar wat hij deed, was niet alleen maar door elkaar, maar ook nog eens dat het belangrijkste moment wat je zou denken, normaal gesproken gaat alle aandacht naar de overval, die liet hij gewoon niet zien. Dus alles was er omheen. En je zag, ook hier zag je weer criminelen. Zag je het begint er al mee dat een stelletje criminelen die zitten te praten over waar de tekst van Like a Virgin over ja. gaat in Madonna, weet je wel. En, dat gaat, en dingen, normaal denk je van dat zijn professionals, die gaan niet hebben of je een tip moet geven, een fooi moet geven of niet. Nou, bijvoorbeeld de scène die we nu hebben. Ja. Het gaat over dat. Maar daar hebben, daar hebben we geen tijd meer voor. Oh. Ja. Ja, nee. Ik praat gewoon te veel, hè? Dat ja, is het. Maar ja. dan nog één vraag. Ja. Volgens mij leidt dit alles wel naar een tweede seizoen. Kijk, ja, dan kan ik wel gewoon zullen praten. We dat doen? We zijn aan het draaien al. Ja. Dus er komt een tweede seizoen. Tweede seizoen. Van harte ja. gefeliciteerd. Ik heb een verrassing voor jou. Ja. We hebben de band, The Reservoir Dogs. Kijk. En die gaan ons meenemen, een reisje Tarantino en Boys. Right. Take it away. Of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil man. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and fury.